Turkije biedt grote zakelijke kansen voor Surinaamse bedrijven. Dat kwam gisteren tot uiting bij het zakelijk evenement met als thema Doing Business with Turkey. Het evenement is georganiseerd door de honorair consul van Turkije in Suriname, Jimmy Boussaid, in samenwerking met de Kenniskring Network. Dit evenement begon met een presentatie van de niet-residerende ambassadeur van Turkije, Bengu Yigutgudun, en eindigde met een vragenronde van Surinaamse bedrijven en andere belanghebbenden die zaken wensen te doen met Turkije. Yigutgudun zei dat Suriname grote voordelen kan halen uit het zaken doen met Turkije. We can offer many things in good quality to competitive prices. So this is maybe attractive for the countries who are buying. Why should you pay more if you can get the same in Turkey? Boussaid was het helemaal eens met de ambassadeur ten aanzien van de goede kwaliteit en de scherpe prijzen van de producten. Ze zijn wel iets duurder dan de Chinezen, maar als je kijkt naar de prijs-kwaliteitsverhouding, zijn Turkse bedrijven superieur. En we zien de laatste tijden een toenemend zakenvolume met Turkije. Er wordt toch aardig wat geïmporteerd. Je praat over bouwmaterialen, plastic waren, detergents. Dus er komt veel uit Turkije. En de ondernemers in Suriname zijn erg tevreden over de kwaliteit. Maar Turkse bedrijven zijn, en Turkije zijn onbekend in Suriname. Vandaar dat we vanavond die meeting hebben gehad om Turkije een beetje te promoten. En we zijn van plan om volgend jaar weer een meeting, een trip te organiseren naar Turkije met ondernemers. We hadden één in 2013. Toen is vicepresident Amerali op bezoek geweest bij president Erdogan. Er waren 20 ondernemers erbij. Het is een erg groot succes geworden. En we willen dat weer komend jaar herhalen. Turkije is nummer 15 op de lijst van landen met de grootste economieën ter wereld. Het verbaast Boussaid dus niet dat Turkije ook in Suriname zaken wil doen.